Geliefde broeders en zusters, gasten en hen die nu of op een later moment via de techniek met ons verbonden zijn, welkom in deze dienst. Vanochtend gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is uit het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 26. Het thema van de preek luidt bijna een christen. Mededeling van de kerkraad. Woensdag 30 augustus hopen Floris Jan Diepeveen, Lisdol de 6, wijk 4, en Petra den Hartog, Cuneraweg 102, te Renen, wijk 6, te gaan trouwen. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 2:00 middags in het gebouw van de hervormde kerk aan de Ooyesestraat in Echteld. Dominee Van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Toekomstig adres Lisdol de 6 in Veenendaal. In deze dienst is 1 fysieke collecte. Deze is bestemd voor de stichting Hulp in Praktijk. De bankcollecte voor de algemene kosten van de kerk kunt u per bank overmaken. Vang het deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 33, vers 8. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit psalm 29, daarvan het eerste en het zesde vers. Vanmorgen zullen wij Paulus de apostel tegenkomen en hij staat in de rechtszaal opnieuw van de stadhouder. Een aantal weken geleden hebben we erbij stilgestaan hoe stadhouder Felix hem ondervroeg en nu komen we vanmorgen stadhouder Festus tegen. En dan zingen wij met psalm 29 het eerste vers, aardse machten, loof de Heer.
Geef de Heere sterkte en eer, en dat de lof van 's hoogste naam aller groten roem beschaam. We zingen Psalm 29, 1 en 6. Wij luisteren naar de wet die de Heer ons heeft gegeven, opdat wij onze zonden kennen en belijden voor Hem en ons leven daarnaar zullen richten uit dankbaarheid. En wij zingen uit Psalm 26, het vierde vers, over mensen die vol ijdelheid een spoorloos leven leiden en dat zij met onze vriendschap niet vereerd moeten worden, maar dat wij mogen leven in het spoor van Gods geboden, want dan zijn wij niet doelloos en spoorloos. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag.
Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten we bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. We willen in onze voorbeden denken aan broeder Hans Nap van de Veenendaalse weg 27A in de Klomp. Er is een grote kans dat aankomende week de operatie aan de tumor in zijn hoofd zal gaan plaatsvinden. Hij wacht daar al langere tijd op. Het is nog niet geheel zeker dat dat doorgang kan vinden. Dat is afhankelijk van het ziekenhuis, maar er is wel een grote kans dat dat aanstaande donderdag zal gaan gebeuren. We willen hem aan de Heere opdragen. In onze voorbeden denken we ook aan zuster Takke Willemsen van de Vijgedam 2. Er zijn bij haar kwaadaardige cellen gevonden bij een darmonderzoek. En binnenkort moet ze daarom een operatie ondergaan waarbij een deel van de darm zal worden verwijderd. In onze dankzegging mogen we danken samen met broeder en zuster Tamminga Visser op de berg 1A in Leersum. Ze hopen op 20 augustus 60 jaar getrouwd te zijn. En wij denken in onze dankzegging ook aan broeder Van de Heuvel van de Rozenstraat 2. Hij heeft deze week een heupoperatie ondergaan, een nieuwe heup gekregen en deze operatie is goed verlopen. En we mogen ook danken voor het kerkkamp dat in de afgelopen week heeft plaatsgevonden. En we willen bidden voor de jongeren en de kinderen die morgen weer naar de basisschool in de middelbare school zullen gaan en voor leerkrachten en docenten. Laten wij bidden en danken. Heren, wij komen bij u. En wat is het heerlijk dat we dat vanmorgen mogen doen, samen met elkaar. U heeft ons weer samengebracht als gemeente en wij danken u, heren, dat we hier in de kerk elkaar mogen ontmoeten en samen mogen luisteren naar wat u met uw woord en geest tot de gemeente zegt. Heren, u komt alle lof en aanbidding toe. Van ons en ja, het zou passend zijn als heel de aarde, allen die daarop wonen, u de lof en de eer zou brengen. Maar we weten dat dat niet zo is. Juist ook in de achter ons liggende week was het weer in het nieuws hoe in Pakistan dit keer woedende menigten kerken platbranden en plunderen, huizen van christenen binnenvallen. Heere, ontferm u over onze broeders en zusters daar.
Wilt u geven dat aan die woede een einde mag komen? Dat razen tegen u door antichristelijke machten. Heere, wilt u onze broeders en zusters beschermen daar, maar ook op andere plekken in deze wereld, die misschien niet in het nieuws kwamen, maar waar het even goed ging om vervolging en verdrukking. Heere, bouw uw koninkrijk en wilt u toch dat ook doen tegen de verdrukking in. Want zoals we vanmorgen ook zullen zien en horen in uw woord, wanneer er lijden komt, omwille van het geloof, dan betekent dat nog niet dat uw woord zijn loop niet meer zal hebben en dat uw koninkrijk niet wordt uitgebreid. En Heere, u werkt daar ook dwars doorheen en dan zien we dat niet, Heere, hoe u dat zou kunnen doen bij alles wat er nu gebeurt in Pakistan, maar wij willen u erin vertrouwen. En u bent ook betrouwbaar. Bouw uw koninkrijk en geef dat vanuit al deze razernij toch iets goeds mag voortkomen dat van u is en dat uw eer bedoelt. Heere, we danken u dat wij hier in alle rust en vrede samen kunnen komen en geef ons een gezegende dienst. Laat uw woord tot ons spreken, wilt u ook woorden geven om te spreken en laten we zo samen hier in de kerk en ook thuis verbonden zijn aan u en verbonden worden aan u. Heere, maak voor ons de boodschap vandaag helder. Geef dat we het evangelie mogen horen en wilt u met uw Heilige Geest dat ook in ons hart zaaien, dat het daar vrucht mag brengen. Heere, we willen u bidden of u daartoe alles wil geven wat nodig is. En zegent u ook allen die hun gaven die ze van u hebben gekregen mogen inzetten in en rondom deze dienst. Op allerlei wijze gebeurt dat, Heere. Wilt u hen daarin vervullen met uw Heilige Geest en dat zo uw eer groot wordt gemaakt. Heere, wij dragen ook de zorgen in de gemeente aan u op. Wij bidden u, Heere, voor onze broeder Hans Nap, wanneer er een grote kans is dat hij aankomende week geopereerd zal worden, een ingrijpende operatie. Heere, wilt u met hem meegaan deze week in, ook in alle spanning die er is en ook in de onzekerheid die er nog is. Heere, geef dat de operatie door zal mogen gaan. En wilt u dan ook met hem meegaan, geef hem rust, een diep vertrouwen in u, een vrede in u, Heere Jezus Christus. Want als we in uw hand zijn, Heere, dan zijn we hoe dan ook wel bewaard. En wilt u de operatie doen gelukken? Zegent u de artsen en al het verplegend personeel. Heere, we bidden u voor zuster Takke. Wij willen u vragen of u haar nabij wil zijn, nu er bij haar opnieuw kanker is gevonden. Heere, wat een bericht krijg je dan en wij bidden u, Heere, of u in de aankomende week ook verdere duidelijkheid wil geven en geef dat ze ook in deze weg mag vertrouwen op u en haar vrede mag vinden in u. Gaat u met haar mee en wilt u haar ondersteunen in alles wat ook gebeuren moet, als er ook een operatie wacht. Heere, wij willen u danken voor broeder en zuster Tamminga. Wanneer ze mogen gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Heere, wij danken u voor dat heugelijke moment, die heugelijke dag, waarop je terugkijkt en Heere, ze mogen getuigen van zoveel goedheid die hen ook dankbaar stemt. U weet ook van de zorgen bij het ouder worden. Heere, we dragen hen ook aan u op voor de toekomst. Gaat u met hen mee, draagt u hen en weest u de herder die voorop gaat en die hen leidt. Heere, wij bidden u voor onze broeder van de Heuvel. Wij danken u dat hij de operatie goed heeft doorstaan en dat het ook goed gaat met de revalidatie. Heere, wilt u hem nieuwe krachten geven? En wij bidden u, Heere, of u hem zo ook samen met zijn vrouw goed en nabij wil zijn.
Heer, wij danken u dat in de afgelopen week het kerkkamp kon plaatsvinden. We danken u voor de gezelligheid die daar was en de verbondenheid, de vriendschappen. Heer, we danken u ook voor de inzet en de gave die u hebt gegeven aan het team wat leiding heeft gegeven. En laat, Heer, zo ook de jongeren van onze gemeente, de tieners, niet alleen aan elkaar, maar aan u verbonden raken en zijn. Tot eer van uw naam. Heer, wij willen u bidden voor de kinderen en de jongeren die aankomende week weer naar school zullen gaan. Als de scholen weer open gaan na een tijd van vakantie en rust. Heer, wilt u alles geven wat nodig is? Misschien zien we er wel erg tegenop. Omdat we het moeilijk vinden op school. Of omdat we het niet zo fijn hebben op school. Heer, wilt u met die kinderen zijn en wilt u ze helpen? Wilt u voor hen zorgen en geef dat aankomende week het toch goed zal zijn en fijn. Wij bidden u ook, Heer, voor het onderwijzend personeel, leerkrachten en docenten. Ondersteunend personeel op scholen. Heer, wilt u hen alle vervullen met liefde voor hun vak en voor de kinderen. En geef dat ze ook voorbeelden mogen zijn, wegwijzers naar u, Heer Jezus. Heer, zo dragen wij elkaar aan u op. Want Heer, we hebben u nodig. Zonder uw hulp gaat het niet. Wees u dan onze hulp. En zegent u ons ook zo in deze dienst. Vergeef genadig, Heer, onze zonden. Want wij hebben niet verdiend dat u naar ons zou luisteren en dat u onze gebeden verhoort. Dat kan alleen omwille van de genade die er in de Heer Jezus Christus gekomen is. U heeft hem gezonden om al onze zonden weg te nemen en ons te reinigen met zijn bloed. Heer, hoor ons dan en zie ons dan ook aan vanmorgen. In zijn naam alleen, uit genade. Amen. Ja, jongens en meisjes, de vakantie die zit er weer op. Morgen dan gaan jullie, denk ik, allemaal wel weer naar school. En hebben jullie daar al een beetje zin in eigenlijk? Heb je daar zin in om weer naar school te gaan? Of ook nog niet? Wie heeft er zegt van, nou, ik heb er wel zin in, steek je vinger eens op. Sommigen wel in ieder geval. Ja, en ik zie nog meer vingers gelukkig. Wie zegt van, nou, ik zou nog wel een weekje vakantie willen. Ja, die zijn er ook wel een paar. Ja, dat begrijp ik wel hoor. Waarom is vakantie zo fijn? Nou, dan ben je natuurlijk lekker vrij, hè. Dan kun je doen wat je zelf wil. Dan kun je spelen wat je wil. Dan kun je de dingen doen die je wil. En dan is er niet een meester of een juf die zegt van, nou, het is 8:30, we gaan beginnen. Ga maar zitten achter je tafel. Ja, en dan ga je beginnen, moet je weer rekenen en taal en al die dingen. Misschien heb je er niet zo'n zin in, zou zomaar kunnen. Maar het kan ook zijn dat je er al wel zin in hebt, want ja, je ziet natuurlijk morgen dan ook wel weer je klasgenoten. En je kunt ook weer lekker spelen met elkaar. Vrij zijn, wanneer ben je nou eigenlijk vrij? Ja, wij zeggen misschien, ja, als je vakantie hebt, dan ben je vrij. Maar ik denk dat dat meisje, wat in Afrika woont, daar heel anders over denkt. Zullen we er Aisha noemen? Zij denkt er heel anders over. Aisha, die kan helemaal niet naar school. Die moet elke dag naar de mijn in haar dorp en daar moet ze werken. Daar moet ze zorgen dat ze waardevolle dingen vindt. En dan aan het einde van de dag, als het al donker wordt, dan gaat ze naar huis. En dan heeft ze een klein beetje geld verdiend. En dat geeft ze dan aan de vader en de moeder. En die kunnen daar dan weer wat eten van kopen. En zo gaat het elke dag, maar ze kan niet naar school. Ze moet werken in de mijn. En wat zou ze graag naar school gaan? Wat zou ze zich dan vrij voelen? Dan hoefde ze niet meer van 's morgens tot 's avonds te werken. Dan zou ze kunnen leren lezen en schrijven. Dan zou ze goed haar best doen. Zodat ze later ook veel weet. En daarmee haar eten kan verdienen. Zoals jullie zien, jongens en meisjes, kan nogal verschillen, hè? Wat is nou eigenlijk vrij zijn? Wanneer ben je vrij? Aisha die voelt zich vrij als ze naar school kan. Dan voelt ze zich vrij. En jij zegt misschien wel, ja, ik wilde dat de vakantie nog even duurde. Dat ik nog wat langer vrij had. Wie is er echt vrij? Daar gaat het ook over in het
In het Bijbelstukje wat we gaan lezen, Handelingen 26, we komen Paulus tegen. En Paulus die zit gevangen. En je zou zeggen, nou dan is hij niet vrij. Hij zit gevangen. En er is ook Festus, dat is de stadhouder. En koning Herodes, de Joodse koning, Herodes Agrippa. En die zijn wel vrij. Die kunnen gaan en staan waar ze willen. Ze zijn nog rijk ook. En toch zijn zij eigenlijk niet vrij. Want wanneer ben je vrij? Nou, de Bijbel die zegt daar ook iets over. Vrij ben je als je een kind bent van de Heere God. Als de Heere Jezus je heeft vrij gemaakt van al je zonden. Als die heeft vrij gemaakt van de dood zelfs. Omdat hij uit de dood is opgestaan en je eeuwig leven geeft. En Paulus weet dat en daarom voelt hij zich ook vrij. En daarom kan hij ook vrijuit over de Heere Jezus vertellen. Ook al zijn er van die beroemde, machtige mensen aan wie hij dat vertellen moet. Nou, we gaan met elkaar lezen gemeente Handelingen 26. En daarna zingen wij uit Psalm 96, de versen 1, 2 en 3. We vallen er een beetje middenin. Paulus die wordt voorgeleid voor de nieuwe stadhouder, Festus. Die is nog maar kort in Judea gearriveerd. Judea, de Romeinse provincie, waar hij namens de keizer de orde en de rust moet handhaven. En dan krijgt Festus Agrippa samen met zijn zus Bernice op bezoek. Een soort kennismakingsbezoek, hè? De Joodse koning die ook een bepaalde macht had in en rondom Judea. Dat was wat verdeeld om de Joden ook wat rustig te houden. Nou, Agrippa die komt naar de nieuwe stadhouder toe om kennis met hem te maken. Een soort diplomatiek bezoek zou je kunnen zeggen. Maar dan neemt Festus die mogelijkheid waar om dan ook meteen maar het over het probleem Paulus te hebben. Daar zal ik straks nog wat meer over zeggen in de preek. En dan wordt Paulus dus uit de gevangenis gehaald en mag hij zich verantwoorden tegenover koning Agrippa. En Agrippa zei tegen Paulus, het is u toegestaan voor uzelf te spreken. En toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt. Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Welnu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. Ze weten van mij vanuit het verleden, als ze het maar wilden getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is, die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Ik dacht echt bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen, wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. En als ze gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. En toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag, op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dan mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En nadat wij alle op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, wie bent u, Here? En hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal.
En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen naar wie ik u nu zend. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God. Opdat ze vergeving van de zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest. Maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden en later aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen, maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: u bent buiten zinnen, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. Maar hij zei: ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus. Maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus: u overtuigt mij bijna om christen te worden. En Paulus zei: ik zou van God wel wensen dat en bijna en geheel, niet alleen u, maar ook allen die vandaag naar me luisteren, zouden worden zoals ik ben, uitgezonderd deze boeien. En nadat hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder, Bernice en zij die bij hen zaten. En ze gingen terzijde, spraken met elkaar en zeiden: deze man doet niets wat dood of boeien verdient. En Agrippa zei tegen Festus: deze man had losgelaten kunnen worden als hij zich niet op de keizer had beroepen. Tot zover.
Psalm 32, vers 5 en 6 is het antwoord dat we mogen geven op de verkondiging van het woord van de Heere van morgen. We luisteren naar Handelingen 26 en daarvan vers 27 en vers 28 als uitgangspunt. Gelooft u koning Agrippa de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus, u overtuigt mij bijna om christen te worden. Thema is dan ook bijna een christen. Door Paulus aangeprezen, door Agrippa afgewezen. Ja, gemeente, vanmorgen verplaatsen we ons dus naar een zaal in het buitenverblijf van de stadhouder van Judea. Buitenverblijf dat gebouwd was in Caesarea. Dat ligt aan de Middellandse Zee, de kust. Daar was het in de zomer qua klimaat net wat beter te doen dan in het warme Jeruzalem in het binnenland. En daar verbleven de stadhouders dan ook graag, niet in de minste plaats ook, om het godsdienstige gewoel van Jeruzalem wat te kunnen ontvluchten. En daar in Caesarea komen we Festus tegen. Hij is zojuist nog maar een paar weken daarvoor vanuit Rome naar Judea gereisd om daar stadhouder Felix op te volgen. Felix die vanwege al te grote corruptie aan de kant was geschoven. En nu moet Festus de vrede en de orde in Judea handhaven. En meteen zit hij er tot over zijn oren in. In het gekrakeel waar Judea onbekend staat. Want hij heeft van zijn voorganger een lastig probleem geërfd en dat probleem heet Paulus. Paulus die zit inmiddels al 2 jaar gevangen in de gevangenis in Caesarea. De Joden in Jeruzalem die hadden hem geprobeerd te lynchen. Er was een volksoproer ontstaan en Paulus die was ternauwernood gered en in veiligheid gebracht. En uiteindelijk was hij met een grote escorte van Romeinse soldaten vanuit Jeruzalem naar Caesarea gebracht. En daar had hij onder Felix al een eerste deel van zijn proces meegemaakt. Maar het was maar geduurd en geduurd. En nu is Festus gekomen en Festus die zit ermee. Vers gearriveerd uit Rome moet deze Romein, deze heiden, zich opeens gaan verdiepen in allerlei godsdienstige zaken. In datgene waar de Joodse aanklagers Paulus mee beschuldigen. Paulus zou de tempel hebben ontwijd door er Grieken, heidenen naartoe te brengen. Hij zou een loopje hebben genomen met de Torah, met de wet van Mozes. Paulus die zou dingen doen die er haaks op staan. Hij zou ontheiligen alles wat voor hen heilig is.
Ja, en dan zit Paulus daar gevangen. En er komt maar geen oplossing. Nog altijd speelt die kwestie. Die kwestie waarvan we, toen we een aantal weken geleden Handelingen 24 lazen, al hebben gehoord hoe Paulus zich toen verdedigde daarover, ten overstaan van Felix en Drusilla. En gemeente, je zou denken, het is toch allemaal niet bevorderlijk voor het evangelie dat Paulus daar zit. Het is toch niet bevorderlijk voor het evangelie. Paulus, die een apostel was, die drie grote zendingsreizen heeft gemaakt. Lange reizen waarin die overal waar die maar aankwam het evangelie heeft verkondigd. Wat is die man tot een zegen geweest. Maar nu kan hij er niet op uit. Hij zit in een cel. En goed, hij mag daar wel mensen ontvangen. Het regime, dat is heel mild. Maar tegelijkertijd zit hij wel gevangen. Dat is toch een tegenslag voor het evangelie. Ja, gemeente, dat zou je denken. Maar wij moeten niet te klein denken over de wegen die de Heere gaat. De manier waarop Gods geest werkt in deze wereld. Als je gaat kijken wat Paulus in de tijd dat hij gevangen heeft gezeten, heeft mogen betekenen. Eerst in Caesarea en later in Rome. Dan is hij zeker niet minder zegenrijk geweest en tot zegen geweest als daarvoor. In Caesarea heeft hij de mogelijkheid om mensen te ontvangen. Die komen bij hem op bezoek en daar mag hij een pastor voor zijn. Een herder. Hij mag ze op de wegen van het evangelie leiden. En ook in Rome is dat zo gebeurd. Velen zoeken Paulus op. En wat te denken, gemeente, van de brieven die hij in de gevangenis is gaan schrijven. Er zijn vele brieven die we nu in onze Bijbel hebben staan, die uit die tijd stammen. Caesarea en Rome. Gods werk gaat door. Ook in landen waar vervolging heerst, daar weten ze ervan. Machthebbers die kunnen je in een gevangenis zetten, die kunnen het je moeilijk maken. Maar gemeente, Gods werk gaat door. Het woord heeft zijn loop. Je ziet het hier bij Paulus. Hij is juist in die rust, die gedwongen rust, zo tot zegen geweest met het schrijven van zijn brieven. Met de persoonlijke begeleiding van mensen. En wat te denken van de mogelijkheid die zich dan hier voordoet in hoofdstuk 26. Die mogelijkheid waar Jezus het al over had gehad met zijn discipelen. In Lucas 12 leest u dat. Toen hij zijn discipelen opriep om toch vooral niet bezorgd te zijn. Want zo zei hij, wanneer ze u zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en voor de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen. Moet je niet druk over maken. Of wat u moet spreken, want de Heilige Geest zal in dat uur u leren wat u zeggen moet. Nou gemeente, daar staat Paulus en hij staat daar in deze vrijheid. Want dat is het ten diepste. Innerlijke vrijheid. Omdat hij geleid wordt door de Heere. Omdat hij een instrument is in zijn hand. Omdat hij zich aan hem heeft uitgeleverd. En nu ook door hem gebruikt wordt. Omdat zijn leven, gemeente, geborgen is in God door Jezus Christus. Daarom is hij vrij. Want Paulus weet het. Hij zal het ook schrijven. Niets kan me scheiden van de liefde van God in Jezus Christus, de Heere. Geen overheid, geen macht. Zelfs de dood niet. Gemeente, Paulus die staat hier in de vrijheid van Gods kinderen. Maar Festus zit ermee. Want hij moet een oordeel gaan vellen. Over iets waar hij totaal geen verstand van heeft. Het is volkomen vreemd voor hem. En dan is het ook nog eens extra ingewikkeld geworden doordat Paulus zich beroepen heeft op de keizer. Paulus is in hoger beroep gegaan. Festus die had een beetje druk gezet. Had gezegd, Paulus, over alles waar jij van beschuldigd wordt, dat zijn allemaal interne zaken van de Joden.
Dan moet je eigenlijk dus naar Jeruzalem, naar die Joodse raad. Die gaat daarover. Ik niet, ik ben een Romein, een heiden. Je bent voor de Romeinse wet niet schuldig. Maar meteen had Paulus gezegd, ja, nou beroep ik me op de keizer. Want het zou voor hem levensgevaarlijk zijn om terug naar Jeruzalem te moeten. De Joden die willen hem nog steeds ombrengen door een hinderlaag. En nou zit Festus ermee. Want Paulus moet naar Rome. Maar je kunt als stadhouder wel een gevangene naar Rome sturen. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel een brief bij voor de keizer. Waarin alvast wordt uitgelegd wat het punt van verschil is. Maar wat moet hij schrijven? Paulus wordt niet beschuldigd van iets waarvoor hij naar het Romeinse recht ook schuldig wordt bevonden. Maar dan krijgt Festus hulp uit onverwachte hoek, want dan krijgt hij bezoek. De Joodse koning Agrippa die komt de nieuwe stadhouder opzoeken voor een kennismakingsbezoek. Herodes Agrippa, dat was de Joodse koning die over bepaalde delen van Israël het ook voor het zeggen had. En samen met zijn zus Bernice bezoekt hij in Caesarea Festus. En gemeente Festus die ruikt zijn kans. Agrippa die weet natuurlijk alles van dat Jodendom af. Misschien dat hij is Paulus kan horen en hem dan kan helpen om een aanklacht te formuleren die naar Rome kan. En zo zien we Paulus daar staan. En Agrippa die geeft Paulus de gelegenheid. Paulus, je mag het zeggen. En dan krijgt Paulus opnieuw de kans om te getuigen van het evangelie. Om ten overstaan van deze hooggeplaatste mensen die zoveel invloed en macht hebben, het te gaan hebben over de koning der koningen. Om dat te gaan doen waar eigenlijk het Oude Testament al vol van is, gemeente, en wat ook was beloofd. Namelijk dat ook de heidenen zouden komen om te aanbidden en daartoe mogen worden uitgenodigd. Nu moet uw tong de heidenen noden, zongen we net. Meld alle volken zijn geboden, vermeld zijn wonderen en zijn eer. Groot en prijswaardig is de Heer en vreselijk boven alle goden. En dan gaat Paulus spreken. En wat gaat hij dan zeggen? Je kunt die hele toespraak van Paulus nagaan. En daar zit heel veel in waar we veel van kunnen leren, ook vandaag. Bijvoorbeeld dat Paulus Agrippa in het begin gunstig wil stemmen. Dat was toen ook gebruikelijk om dat te doen. Dat Agrippa naar hem zal luisteren. Dat hij blijk. Maar Paulus geeft ook blijk dat hij zijn hoorder kent. Is dat niet belangrijk? Dat je niet zomaar een standaard verhaaltje hebt over het evangelie, maar dat je echt in gesprek probeert te komen met die persoon tegenover je. Dat je die ander ziet en kent, dat het persoonlijk is. En Paulus' evangelisatietoespraak is er ook een waar hij die heel persoonlijk wordt over zichzelf. Hij begint over zichzelf te vertellen. Over zijn opvoeding, zijn scholing als fariseer. Hij vertelt ook over hoe Jezus zijn leven is binnengekomen. Hoe die aan hem verschenen is toen hij op weg was naar Damascus om daar de christenen te vervolgen. En dat Jezus toen aan hem vroeg, Saul, waarom vervolg je mij? En dat die stem zich toen bekend maakte, toen Paulus ernaar vroeg. Ik ben Jezus die u vervolgt. En toen was er ook genade. Want toen zei Jezus, sta op Paulus, want ik ga je in dienst nemen. Ik ga je aanstellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van waarin ik u nog verschijnen zal. Met de Paulus wordt persoonlijk. Hij zegt, dit is mijn roeping. Daarvoor sta ik hier. Is dat ook niet belangrijk voor ons? Als wij getuigen van het evangelie, gemeente, laat het dan ook persoonlijk worden. Als je het er met je kinderen over hebt, of met je kleinkinderen. Laat dan iets blijken van wie de Heere voor u, voor jou persoonlijk is. Hoe hij je leven is binnengekomen. Waar hij tot je gesproken heeft. Kunt u daar iets van vertellen? Laten we ons er niet voor schamen.
Als de Heere in uw leven heeft gewerkt. Als die momenten er zijn geweest waarvan je dacht, dit moet ik onthouden en misschien ben je ze alweer vergeten. Want zo gaat dat met ons. En hoef je niet jezelf in het middelpunt te zetten. Dan gaat het om het werk van Hem in je leven. Dan mag je ervan getuigen wie Hij is. Nou gemeente, dat zijn allemaal al belangrijke dingen die je uit deze toespraak van Paulus kunt halen. En daar zit nog meer in, maar ik moet me natuurlijk beperken. Dus ik wil met u nog kijken naar twee dingen. De kern en het doel van Paulus' boodschap. Allereerst de kern. Wat is nou eigenlijk als je die hele toespraak die zo prachtig is opgeschreven door Lucas, als je die nou eens helemaal terugbrengt naar waar het om gaat, dan zit het eigenlijk in twee woordjes. In het woordje hoop en in het woordje opstanding. De opstanding uit de dood. Want Paulus die maakt duidelijk, de reden dat ik hier terecht sta, dat is vers 6, vanwege de hoop op de belofte die God aan de vaderen gedaan heeft. Dat is dus het hele Oude Testament. God heeft door het hele Oude Testament heen aan de vaderen, ja al aan Abraham, heeft hij zijn belofte gegeven. Aan Abraham was het al voorzegd dat er zegen zou zijn, dat hij, dat zijn nageslacht tot zegen zou zijn voor heel de aardbodem. Voor alle volkeren. Nou zegt Paulus, ik sta hier, ik word hier geoordeeld vanwege datgene waar het al die eeuwen om is gegaan in Israël. Waarvoor gebeden is in de tempel, bij het reukofferaltaar. Namelijk dat God verlossing zal zenden. Dat er heil zal zijn. En die verlossing hangt samen met het tweede woordje, opstanding. Wat Paulus dan eigenlijk als kernvraag voor zijn preek formuleert, zeg maar als thema, dat lezen we in vers 8. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Opstanding uit de doden. Gemeente, Paulus getuigt dat Jezus is opgestaan uit de doden nadat hij geleden had en gestorven was. En dat hij zo als eerste uit de opstanding van de doden een licht aankondigt. Voor Israël en de heidenen. Ja, en dat is dan ook meteen het doel. Kern en doel. Het doel van heel Paulus' zending en van zijn preek nu. Vers 18. Om de ogen te openen. En te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht van de Satan tot God. Opdat ze vergeving van zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Christus. Gemeente, daarvoor had Jezus Paulus in dienst genomen. En dit is exact wat hij nu ook doet. Ten overstaan van koning Agrippa, Bernice, Festus en al die hofdienaren die daar waarschijnlijk ook bij aanwezig zijn geweest. Hij getuigt van de hoop die er gekomen is door de opstanding van de Heer Jezus, wat niet maar een eenmalige gebeurtenis is, maar doordat Hij de dood heeft overwonnen, doordat Hij met de zonde heeft afgerekend, is er toekomst voor een ieder die in Hem gelooft. De dood heeft het laatste woord niet. In de diepe duisternis van onze verlorenheid, daar is de Heer Jezus gekomen, gemeente. En Hij is gestorven. En nadat Hij gestorven was, opgestaan. En zegt Paulus, zo is het licht gaan stralen. En dan mag je je bekeren vanuit de duisternis naar het licht. En Paulus zou niets liever wensen dan dat de ogen van Festus en van Agrippa en van Bernice en van al die anderen in die rechtszaal hier voor ze open zullen gaan. Dat ze zullen gaan zien en erkennen, maar zo'n verlosser heb ik nodig. Dat het antwoord is op alle ellende in deze wereld, maar ook in je persoonlijk leven. Op al het kwaad
op alle zonden. Op je zondige hart wat niet mee wil in het dienen van God. Met dat Hij het antwoord is. Jezus Christus. Dat je tot Hem moet gaan. Een verlosser die het zelf allemaal gedragen heeft. En die het zelf heeft weggedaan. En die bij God vandaan gekomen is. Om als mens, om mens te worden en zo van binnenuit vernieuwing, heil, toekomst te brengen. Aan mensen die in de verlorenheid liggen. Dat is toch het evangelie. Ja, gemeente, dat is dus ook christen zijn. Straks zal Agrippa zeggen, Paulus, je overtuigt me bijna om christen te worden. Ja, nou, dat heeft hij goed gezien. Dit is christen zijn. Dat je zo Jezus ziet. Dat hij je dit geeft. Dat je dit ook beleidt en vasthoudt en daar niet aan afdoet. Met de christen zijn, dat is niet in de eerste plaats een bepaalde manier van leven. Of dat je in een bepaalde cultuur, subcultuur begeeft of zo. Dat je bepaalde gebruiken en gewoontes navolgt en met elkaar hebt. Daar zit christen zijn niet in. En christen zijn, gemeente, dat is niet dat je een lijstje hebt van wat wel mag en wat niet mag. Oh zeker, er hoort ook levensheiliging bij. En de wet van de Heere die heeft zeggingskracht. In het nieuwe leven, het nieuwe christenleven. Maar gemeente, als het goed is, zit uw christen zijn niet aan de buitenkant. Maar zit het in dat woordje in vers 27. Geloof. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En als Agrippa de profeten gelooft, het Oude Testament gelooft, ja, dan zal die ook geloven dat Jezus de Messias is. Want het staat er allemaal al in, zegt Paulus. Dat hij zou komen. En Jesaja 53, dat hij zal lijden en verworpen zal worden. Maar dat hij zo onze ongerechtigheid zal dragen. Ja, gemeente, christen zijn is dat je dit gelooft. Dat je de schriften gelooft. Dat je je Bijbel gelooft. En dat je daar ook aan vasthoudt. Dat hij ook gezag voor je heeft. Dat je daarmee gaat rekenen. Dat Jezus Christus werkelijk leeft. En de levende is. En dat de schriften van hem getuigen. En dat ze alle aanneming waard zijn. En dat je zegt, en dit is nou mijn houvast. Dit is mijn gids. Hier mag ik mee leven. Hier mag ik bijleven, uitleven. Dit maakt me vrij. Van binnen. Want dan kom ik bij het tweede. Door Agrippa afgewezen. Wat zijn de reacties? Op Paulus spreek. Nou, de heiden Festus, die kan er niet bij. Hij zegt wat veel mensen vandaag ook zeggen. Als Paulus het heeft over de opstanding uit de doden, dan kan hij zijn mond niet meer houden en dan geeft hij zijn mening. En dan zegt hij tegen Paulus, Paulus, je bent buiten zinnen. Je praat maar wat. Je leidt aan godsdienstwaanzin. Waar heb je het allemaal over? Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. Je zou die woorden in vers 24 ook nog wat anders kunnen vertalen. Dan staat er al die boeken van je, die brengen je tot razernij. Al die boeken van je. Ja, de boeken van het Oude Testament en de boeken van de Bijbel. Ze brengen je tot razernij. Je gaat er hele rare dingen van denken. Dat iemand uit de doden zou zijn opgestaan. Weet je, voor Festus is die gedachte, ja, iets wat de deur dicht doet. Een Romein die wilde vooral zijn verstand gebruiken. Nou, dan is dit natuurlijk niet voor te stellen. Dood is dood. Kan er niet bij hem in dat anders zou zijn. En het kan er ook niet bij hem in dat Paulus daarvoor nou de hele wereld is afgereisd. Dat je je leven in dienst van zo'n boodschap stelt. Dat je daar je tijd mee doorbrengt. Het kan er bij hem niet in. En gemeente, u voelt wel aan, die vraag, die opmerking die Festus maakt, dat gaat heel diep, hè. Dat raakt aan de grond van je geloof. Festus, dat is de man van het gezonde verstand en die vindt dat Paulus bazelt. En hoe reageert Paulus? Gaat hij er heftig tegen in, omdat hij zich bedreigd voelt?
Waarschuwt die vesters met een opgeheven vinger. Man, als je dit niet gelooft, dan ga je verloren. Of zwijgt hij misschien? Is hij zo overrompeld? Ja, dat iemand dat zomaar zegt. Dat hij denkt dat het allemaal maar onzin is. Zwijgt hij en slaat het naar binnen. En denkt hij, ja misschien is het ook wel een beetje moeilijk te volgen allemaal. Nee. En gemeente, laten wij aan de houding van Paulus een voorbeeld nemen. Paulus blijft heel rustig. Maar ook heel beslist. Ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus. Maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Gezond verstand, gemeente, als je gelooft in de opstanding. Als je gelooft dat de Heer Jezus, als de Zoon van God, naar deze aarde gekomen is. En voor jou aan het kruis is gehangen. En toen is opgestaan om je nieuw leven te geven. Dan hoef je niet je verstand uit te schakelen. Gezond verstand. Het is waar. Het is het getuigenis. En ja, het vraagt geloof en het is iets wat totaal buiten onze werkelijkheid staat. Want wij leven bij de werkelijkheid van onze ellende en van de dood die regeert. En de dood is het einde van alles, toch? Maar Paulus zegt nee. Ik heb hem zelf gezien. Ik heb hem ontmoet. En zie ik eruit als iemand die het allemaal niet meer op een rijtje heeft? Ik heb hem zelf gezien. En gemeente, hij is de enige niet. Er zijn er velen die Jezus hebben gezien na zijn opstanding. En ze getuigen. De schriften getuigen van hem. Maar de Paulus die zet er maar heel eenvoudig tegenover dat harde ongeloof van Festus. Zet hij maar heel eenvoudig gewoon het getuigenis. En spreekt hij na wat de Bijbel zegt. Ik heb gezond verstand, hij is gewoon. Hij is opgestaan. Ik hoop, in de hoop dat Festus dan misschien nog eens gaat nadenken. Ik kan dat wel zeggen zo hard. Paulus, je praat onzin. Is het wel onzin? Ben je wel zo zeker van je zaak, Festus? In de hoop, gemeente, dat er misschien nog een tweede keer zal volgen. Dat Festus het evangelie hoort, of een derde keer. Paulus die zaait maar gewoon op dat harde hart van Festus, dat zo hard is als een rots waar niks op groeien kan, in de hoop dat er misschien nog iemand komt die gaat ploegen. Om het hart van Festus overhoop te halen. Gevoelig te maken voor de boodschap van het evangelie. Ja, en dan roept hij ook Agrippa aan tot getuige. Agrippa, zegt Paulus, jij weet er toch van? Jouw voorgeslacht, die zal jou daar toch ook over hebben verteld. En je kunt het opzoeken in de geschiedschrijving. Ze hebben er met hun neus bovenop gezeten. Het was je eigen overgrootvader die zo bang was voor die koning die in Bethlehem geboren was. Dat hij alle kinderen tot 2 jaar toe liet afslachten. En jouw opa, Agrippa, die was het die Jezus zelf heeft ontmoet. Die hem heeft verhoord. En je vader heeft Jacobus laten onthoofden. En Petrus gevangen laten nemen. Die wist er ook vanaf. Maar de Paulus die lijkt zich te realiseren. Festus die is een heiden, dat is een Romein, die is nog maar net aangekomen ook. Die kan er nog niks van weten. Maar Agrippa die moet het weten. Ja, nog meer. Die weet ook van de profeten af. Die kent het Oude Testament. Die is daarbij opgegroeid. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. Daarin staat toch dat er mensen zijn die niet sterven, maar leven. Henoch, Elia. En in de profeten staat toch dat de Messias zal komen. Met de Paulus die doet een appel op het hart van Agrippa. En dat is aan de ene kant een appel op zijn gezonde verstand. Agrippa kan toch getuigen dat het waarheid is. Dat het werkelijkheid is wat daar gebeurd is in Jeruzalem. Maar het is ook een appel op Agrippa's geloof. Jij gelooft toch, Agrippa?
En u hoort daarin de vraag: wat is dat eigenlijk voor geloof van jou? Is het een levend geloof? Als dat zo is, dan begrijp je toch precies waar ik het over heb, Agrippa. Met je zou kunnen zeggen, Festus, dat is de buitenkerkelijke, de heiden. Voor hem is het evangelie gewoon een dwaasheid, wat een raar verhaal. En Agrippa, dat is de Jood. Dat is een kind van het verbond. Die kent God, de Heer. Van jongs af aan. En dat is een kerkganger. En hoe reageert hij? Gemeente, Agrippa blijft neutraal. Hij maakt er een grapje van. Zo is het bedoeld. U overtuigt me bijna om christen te worden, Paulus. Met ergens voelt Agrippa, die man die hier voor mij staat, die is werkelijk vrij. Die heeft iets. Meer vrij dan hij zelf is. Hij heeft de behoefte om te reageren. Maar hij ontwijkt de vraag. Het doet een appel op zijn hart. Maar nu hij er persoonlijk bij betrokken raakt, weert hij het af. Wat onzeker, wat verschrikt. Spottend, Paulus, dat meen je toch niet zeker, hè? Ik als christen zie het al voor je. En dan staat hij ook op. Paulus die zegt nog, ik zou willen dat jij en Festus en alle mensen die hier zijn, dat die worden zoals ik. Ja, natuurlijk niet met poeien. Dat is op zich geen pretje, hoef je niet na te jagen. Maar wel zoals ik. Innerlijk vrij. Vrij gemaakt. Door Jezus Christus. Maar Agrippa staat op. Hij maakt er een eind aan deze kerkdienst. Want hij voelt de waarheid van het evangelie. En hij staat er heel dichtbij, gemeente. Maar hij deinst ervoor terug. Want hij weet, dit vraagt van mij een beslissing. Dit vraagt wat Paulus heeft genoemd, bekering. Een keuze. En hij maakt hem niet. Is Agrippa de laatste geweest? Met hoeveel mensen, jong en oud, geloven misschien wel de schriften, maar missen het geloof dat werkelijk vrij maakt. En hoe zit dat met u, met jou? U kent vast de uitvluchten wel. Wat je dan bij jezelf zegt. Dat je zegt, ja maar, ik weet het allemaal nog niet zo zeker. Dat een jongere op belijdeniscatechisatie zegt, als ik het beloof, dan moet ik het natuurlijk ook doen. Ja, dat klopt. Dat een ander zegt, ja maar, is dat ook wel voor mij? En gaat het allemaal zomaar wel? Gemeente, zo is het evangelie. Boodschap van kruis en opstanding. Dat komt heel persoonlijk naar je toe. Dat gaat over u, mijn leven. Over wie wij zijn. En dan wordt er een appel gedaan op je hart. En wat zeg je dan? En dan zitten die Festus en die Agrippa, die heiden en die Jood ook in mijn hart, in uw hart. Festus die je onzeker maakt. Kan je dat nou wel geloven? Is toch niet te volgen met je verstand? En Agrippa zit er ook, die het allemaal heel goed weet, die het precies allemaal kent, alle verhalen kent, maar het wil maar niet persoonlijk worden. Peter, bent u bereid? Ben jij bereid? Om de nuchtere waarheid van het evangelie onder ogen te zien en daaronder te buigen. Die waarheid dat u in uzelf verloren bent. En dat als er niks verandert, je verloren gaat voor eeuwig. Maar ook de waarheid dat Hij, Jezus Christus, stierf voor al uw ongerechtigheden. En dat je naar Hem mag toegaan. En dat je je knieën mag buigen en mag zeggen, Heer Jezus, vergeef mij. En wees u mijn heiland, mijn verlosser. Geldt die waarheid als uw waarheid, jouw waarheid?
Gelooft u de schriften? Ja, ik weet dat u ze gelooft. Anders zat u hier niet vanmorgen, toch? Maar geef u dan ook aan Christus. Doe dat voor het eerst, als je dat nog nooit eerder deed. Als je nooit eerder op je knieën ging en tot hem bad. Op die manier. Doe het opnieuw. Als je bij hem vandaan bent gelopen en als het allemaal zo lauw is geworden van binnen. En doe het weer met overgave opnieuw. Dat de liefde van je hart er weer bij gaat gloeien. Zodat de eer en de heerlijkheid voor hem overloopt. Dat je overloopt van dankbaarheid. Waarmee je hem eert. Maar maakt u er u alstublieft niet van af. Met een grapje. En sta nou zometeen niet op. Hier uit de kerk en je gaat naar buiten en je duwt het weg. Nee, gemeente, bekeer u. Van de duisternis tot het licht. Van de macht van Satan tot God. Ontvang vergeving van uw zonde. Ontvang een erfdeel onder de geheiligden. Kom er maar bij. Bij de geheiligden, bij Christus kerk. Zijn volk dat eenmaal zalig wordt. Mensen die innerlijk vrij zijn. Omdat ze leven met levende hoop. En daarom met een heerlijk uitzicht. Omdat Hij, Jezus, bevrijd van zonde en dood en dan niets je nog scheiden zal van zijn liefde. Wil dan niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muilezel door domheid voortgedreven. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie vertrouwt op hem alleen, die ziet zich omringd met zijn weldadig heen. Dat is een heerlijk leven. Amen.
Laten we danken en bidden. Ja, Heer, u bent waarlijk opgestaan. En dat mogen we belijden, dat mag ook ons zoveel blijdschap geven. Heer, wat een evangelie is dat. U bent opgestaan nadat u gestorven was. En dat had ook een reden. Want Heer, wat liggen wij in onze verlorenheid? Wat is er een duisternis, ook op deze aarde? En de macht van het kwaad en de dood, Heer, ze gaan de aarde over. En ze verslaan hun duizenden. Ze houden mensen in hun greep. Maar Heer, u laat ook vanmorgen bij ons een blijde boodschap verkondigen. En u doet dat over heel deze wereld heen, die goede boodschap. Dat de dood het einde niet is. Dat u, Heer Jezus, de dood hebt overwonnen. En dat wie in u gelooft, niet sterven zal, maar zal leven. Heren, dan worden wij zelf klein en verwonderd over zoveel genade voor mensen zoals wij zijn, Heren. Want die zonde, daar worden we elke dag opnieuw mee geconfronteerd. Dat zit van binnen en dat komt er elke dag ook weer uit. Dat wij een hart met ons meedragen dat niet op u is gericht. Dat steeds weer denkt aan zichzelf. Dat steeds weer de liefde vergeet tot u en tot onze naasten. Maar Heere, vernieuw ons dan door uw Heilige Geest. En laat het evangelie dat we vanmorgen mochten horen uit de mond van uw dienaar Paulus. Heere, laat dat met ons mee mogen reizen en een bron van vreugde en troost mogen zijn. Wij danken u voor wat u gegeven hebt in deze dienst. Heere, wilt u ook onze gaven geven als we die zo meteen mogen offeren, als een offer van dankbaarheid. Wij bidden u, Heere, voor Stichting Hulp in Praktijk, waar onze gaven ook voor bestemd zijn vandaag. Wilt u geven dat ook in onze eigen woonomgeving er hulp zal zijn voor mensen die hulp nodig hebben? Geef ook, Heere, dat we om hulp zullen vragen als we zelf hulp nodig hebben. En dat we daarbij vrijmoedig een beroep kunnen doen op mensen om ons heen, daar ons ook niet voor zullen schamen. Heere, wilt u zo ook het onderling meeleven in de gemeente doen bevorderen? En laat uw geest ook daarin mogen werken. Vergeef genadig alles wat niet is geweest in spreken en in luisteren naar uw wil. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 67, het derde vers. En dat doen wij nadat wij onze gaven hebben mogen geven voor de voortgang van het werk in Gods Koninkrijk. En ook voor de diaconale handreiking aan onze naasten.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.